Hallo kijkers van IMT. Ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer met Rollercoaster Tycoon 2 met Ido. Hi. En wat de fuck ben je aan het doen? Nou, ik heb een trucje ontdekt. Het schijnt dat bezoekers meerdere malen in attracties gaan. En mensen die houden van een avontuurlijke rit. Kun je dat heel fout opvatten? Ja, dat is duidelijk. Die willen dus heel graag nog een keer dezelfde attractie terug. Maar op games zijn ze klaar met deze attractie, met die andere looping skip. En dan gaan ze naar een andere looping skip toe. Oh, om die reden. Als het nog steeds werkt in deze versie. Welke versie, welke versie jij hebt van Rollercoaster? Geen idee. Ja, de nieuwste, I don't know. Ik heb versie... Andere hoesje moet ik hebben. Moet je licht in de tent maken. Ik kan ook op te staan. Ik heb versie 1.0. Oké. Dat is echt toen de game net uitkwam. Oké. Nou, en ik heb die topspin toch maar aangepast, want die... Maar ze in de stand willen ze niet in, dus ik heb hem gewoon teruggezet naar de beginnenstand. En nu willen ze er wel in. Dus... Het was net aan het regenen. Oh, niet bij mij. In ieder geval, of niet opgelet. Kerel, als je nou kijkt hè, naar dat draaiend schip. Je ziet dat de rij al even behoorlijk vol begint te lopen. Ja. Het is gewoon een vorm van extra money maken dit. Ja, misschien dat we als eerste de lening kunnen afsluiten, lijkt me verstandig. Ik heb weer 1000 euro terugbetaald. Oh. Bezoekers klagen over de smerige voetpaden in je park. Waar dan? Ik zie helemaal niks. Oh, een beetje aan het begin. Ik zie wel een en ander. Ja, een beetje aan het begin van het. Ja. In het begin. Lukt het? Nee, lukt niet. Dus even goed gaan zitten ervoor. Oh, we hoeven nog maar 1000 euro met de lening. Oh! Dat... Maakt het toch wel heel erg simpel. Daar heb ik al lang voor gezorgd. Nou, top. Dat moest nog allemaal zonde bij je. Ja, echt wel. Ik heb jeuk aan mijn voet. Ik net heel toevallig ook. We waren aan te bukken. Ik dacht, we gewoon mijn schoen als schuren. Zo'n paaltje met mijn steen aan kan schuren. Eens zien, waar zijn de onderzoekers nou mee bezig? Natuurlijk weer een spannende attractie. Op 21 maart komt hij uit. Maar ik denk dat ik echt, wanneer we de lening af hebben betaald, dat we dan gewoon het budget gewoon weer op normaal zetten van het onderzoek. Oh, omhoog, ligt aan wat jij wil. We kunnen ook eerst extra money gaan maken. Ik heb zeg... Zo. Waarschijnlijk nog een manier gevonden hoe je nog meer money kunt maken. Een hele snelle manier. Oké. Okay. Gaan we dat proberen of niet? Leiding is allemaal afbetaald. En ik gaan we dat proberen of niet, die manier? Ja, dat kan. Oké, okay, dat is goed. Kom op mensen, betaal eens wat geld, jongen. Ik betaal jullie verzekeringspremie. Ja, we zitten alweer zo aan 500 bezoekers. Binnenkort. Alleen manneke, 500 bezoekers. Was dat nodig? Ja. Hey, het gaat regenen. Munnies. Nou, oh, niet bij mij in ieder geval. In ieder geval, deze truc werkt in Rollercoaster Tycoon 1. Die ik nu ga proberen. Jezus, voetpaden zijn echt smerig. Schoonmaken. Daarvan ben je aangenomen, niet om rondjes te lopen. Wauw. Ik zei schoonmaken, niet om rondjes te lopen. Dan kun je terug naar je andere klote baantje. Die je had gewenst om nooit te kunnen krijgen. Is dat nou een bedreiging? Nee, het is alleen de waarheid. Waarom ben je daar een
houten achtbaan aan het maken. Kom je zo meteen wel achter. In Rollercoaster Tycoon 1 werkte deze truc. Dus ik wil testen of dit meteen hier werkt. Zo ja. Dan sloop ik het heel stuk, dan moet ik een foto erop en dan weer helemaal hoog bouwen. Dus als dit werkt, dan heb ik de money making werkend. Dan krijgen we money. Dan kan ik zo 1000 per minuut regelen. Oh, iemand zegt dat... Kun je bij de ingang wat prullenbakken plaatsen? Dat kan. Behalve iemand die zei dat we een mooi decor hebben. Ja, dat klopt. Dat trekt ook bezoekers. Oké. Okay. Oh, dat kan dus niet met deze achtbaan. Rip. Back to the drawing board. Kan deze dat wel? Ook niet. Junior achtbaan 1 is kapot. Ik heb wel een ander idee wat misschien kan. Dat kan wel. Met het idee van... Mag ik eens een dubbelklik even uitzetten? Dan doen we het aan deze kant en dan gaan we... Vraag me af wat de volgende spannende attractie wordt. En toen waren we weer een beetje out of the monies. Money! Ja, precies. I need monies! Eén baasstukje hoog voor de veiligheid en dan... Het is nu ieder moment geregeld. Als er nog een paar mensen in attracties gaan, is het geregeld. Nou, de achtbaan die wil niet helemaal bij mij gaan maken. Vanwege dat mijn netwerksynchronisaties bezig zijn en alles. Oh, de Enterprise. Nou, dat wordt gemaakt nu. Oh, dit doet ook best wel heel erg goed. Ja. Maar ik denk dat ik even ga reconnecten, dus ik ben er zo weer. Oké, okay, we zijn er weer en ik weet niet wat... Hij heeft gehaald. Ik weet niet bij god wat ieder allemaal erbij heeft gemaakt. Hij haalt het echt maar net. Oké, okay, leg uit. Wat heb je gedaan? Nou, we gaan kijken. Wat achtbaan doet. Waarom gaat hij nou achteruit? Watch and you will learn. Wee. Oh, zoiets. Alleen het mooiste was als die turbo-versnelling van de begin af aan had. Vanaf de start meteen turbo erop. En helaas heeft hij dat niet. Nee. Wat zijn de resultaten? Kijk maar niet naar de resultaten. Laag, laag, laag. Oh my god. Hey, we hebben wel weer 2000. Oh, en ik heb gelijk een netwerktische organisatie. Yay!
Nou ja, in ieder geval, wanneer de Enterprise er is, dan ga ik die wel even neerpleppen ergens. Lomp. En daarom wil ik waarschijnlijk ook de... Dan ga ik gewoon zeggen, fuck it, dan zetten we dat budget gewoon godverdomme op zijn maximaalste. Nee, niet op zijn maximaalste. Kan wel. Zullen we gewoon nu meteen doen? Waarom niet? YOLO. Maar, als je helemaal wacht... I want more monies van voor een bezoeker. Gratis rekje voor de draaimolen, hoppa. Gratis zakje friet. Ja, gratis toegang voor de... Wat is dat draaimolen, hoppa. Zie die bezoekers weer komen dan? Oké, okay, ja, die komen eraan. Ik ga mijn budget omhoog pleuren. Nou, maximaal 400 per maand. En op 21 maart ga ik mooi de Enterprise bouwen. Hey! Maar wordt het nu niet eerder misschien? Ik denk dat het pas vanaf een volgende ontwikkeling ding gaat. Maar ken je niet twee per maand of zo? Hier, ik zou even een stukje pad afzetten, waar je zo meteen mag bouwen. Oké. Okay. Zie je dat waar? Niet zozeer. Oh, daar, achter het schoolschip. Ja, ik zal ook een keer gras maaien. Je doet maar. Ben je klaar voor? Ja. Ah, dat ziet er goed uit. Ja, de Enterprise! Bouwen! Hey. Is al voor 21 maart, Mark. Oké, okay, dan is dat een beetje gebeurd. Boeien, maakt niet uit. Bom aan de kant. Nou zeg, wat heeft die bom jou misdaan dan? Bomerig zijn. Bomerig? Bomerig. Maar heb je de winst al gezien van deze maand? 1100. Nog niet. Maar dat komt mede door mijn achtbaan. Die ik gedestroyed heb. Oké, okay, bom. Maak hem niet te lang, Mark. Zo. Dit kan er wel. Maak hem niet te lang. Zo? Nee. Langer. Oh, kak. Nee, geen kak. Poep. Katoe. Nee, poep. Oké, okay, inspectie op iedere 10 minuten. 3 euro lijkt me verstandig. Ik vind dat helemaal mooi. Helemaal prachtig. Ik zet hem gewoon open. Boeien. Er zullen nog geen mensen bij komen. Dat komt wel. Maar nu wel. Waar gaat dit naartoe? Oh ja, de eerste zit in Enterprise. Hè? Dus mij gaat dus, de eerste gaat nu in de wachtrij. Same. Kling, 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 hoor je heel de tijd. Schommelschip 1 is kapot. Oh, bij mij niet. Wat krijg je een waar voor je geld? Mag je echt lang in die attractie blijven zitten? Ja, nee, dat kan. Het is maar hoe je het wilt bekijken. Op 14 april komt de volgende attractie alweer. Dat gaat hard. Het is weer een spannende attractie. Ja, vind je het gek omdat ik die alleen even open heb gezet. Oh. Dat zei ik de vorige aflevering. En jij vond het goed. Zei dat gisteren dan? De vorige aflevering wel, ja. Oh, misschien kom maar ja gewoon van. Ja, het zal wel. Dat kan ook. Nou ja, in ieder geval, dat maakt op zich niet zoveel uit. Want we hebben toch nog behoorlijk veel bezoekers nodig. Ja, maar de bezoekers komen langzaamaan. Ja, dat is nog jaar 2. Ja. En we lopen op schema, dus. In principe wel. Als die bezoekers gerust moeten worden, dan rust ik ze wel even. Met een sniper in zijn reet. In hun reet. Ja, nee, dat zal ook fijn zijn, ja. Mop, mop.
Neem maar zo. Nou, eens even kijken wat nu voor spannende attractie komt. Je zou even deze dag moeten zien wat het wordt. Voortgang, ontwerpen. Zijn marketing is afgelopen. Ik heb een nieuw marketing staat of is kijken hoeveel winst we kunnen maken deze maand. Ik ben best nieuwsgierig hoeveel winst we kunnen boeken in een maand tijd. Is goed. Er staat hier 100 euro in de plus. Ik ga maar normaal is net begonnen, hè. Dus We zijn hier al 200 euro in de plus. En ik sta gewoon stil de inkomsten. Mooiste park van het land. Prijs gekregen. Nice. Je park heeft een prijs. De mooiste park van het land. Ja, alles dat op elkaar gemeukt. Dus geen er is gewoon geen grasprietje meer tussen te krijgen. Hé, hey, we hebben een rotodrop gaan we krijgen. Ja, een dropjesmachine. Ja! Hou op, ik heb niet echt zin in drop. Dan pak je dat. Moet ik naar beneden lopen? Ik ben te lui voor. Oh my god. En Marco, we zijn al 600 in de plus. Deze maand. Top. En die rode drop die wil ik er wel bij ergens pleuren. Ja, mag jij ook wel doen, maar. Ik niet willen doen. Jij je niet willen doen? Oké, dan ik het doen. Praktico. Wat? Ik wil eerst een slechte woordgrap kan maken, want ik lijkt me niet gaan doen. Great job. Nice leaf. Begin weer met die Pokémon namen. Nice leaf. Oh my god. In Rollercoaster Tycoon World zit ook een reference. My 4 man burgers of zo, of van 5 girl burger of zoiets. Ik veel. Maar trouwens, weet je wat eigenlijk een grafische fout in het spel is van een ballonnen? Vertel. Als je erop klikt, gaan ze af en toe een stukje naar links toe. Ja, klopt. Gewoon dat de hit detection niet goed kan. Is gewoon een fout in het spel. Haha. Lekker random, hè? Ja. Hey, maar trouwens, nog even iets tussen haakjes, hè? Helemaal meer dan 1000 euro winst. Ja, dan ga ik zo even attractie leren pleppen weer. Maar ik noem het wel euro, maar heb jij een valuta teken erbij staan? Ik heb wel een euro teken erbij staan, ja. Nou, ik niet. Vaag. Huh? Oké, rotte drop incoming. Woehoe! Nee, wacht even maar, ik ga bouwen. Ik weet niet hoeveel winst we in een maand tijd kunnen maken. Oh, de rotte drop is een ring van stoelen. Die wordt naar de bovenkant van de hoge toren getrokken terwijl hij rustig ronddraait. Wanneer hij losgelaten wordt in de vrije val, wanneer hij beneden rustig wordt afgeremd door middel van magnetische remmen. Oké. Okay. Ik kan het wel goed gaan doen, ja. Maar ja, die ga ik zo wel even maken nadat deze baan klaar is. Een bon voor gratis frietjes, maar die aanbieding is al afgelopen, dus je hebt er geen enige flikker meer aan. Meld dit! Mark? Ja? We hebben nu al bijna 1400 winst. Money! It's a funny! Ja. In a rich man's world! Hoe kunnen wij zoveel winst maken in zo'n pretpark? We gaan een wachtrij dat ik iets verkleinen, denk ik. Oké. Nee, we gaan niet weer een hit krijgen, Ido. Nee, gisteren ook al 3 keer over gehad. Gewoon echt letterlijk op school, tijdens de les, we waren gewoon net begonnen, constant hoesten en hikken. Ik kwam thuis, ik wilde op gaan nemen, kreeg ik een hik. En s'avonds, net voordat ik wil gaan slapen, kreeg ik de hik.
Oh, fijn. 3 uur lang. Gewoon alle drie de keren heken duurde, duurde bijna 3 uur. Oh, fijn. Ja, ik had dat ook wel eens heel af en toe. Maar dat ligt eraan in wat voor situatie. Meestal heb ik het als ik totaal belig ben en gewoon constant blijf lachen. Dan is het gewoon niet meer te stop. En dan kan die hik ook wel heel lang gaan duren. Maar heel soms heb ik het nog wel eens bij eten. Ik denk van, wat? We moeten gewoon rustig eten, niet zo schranzen. Ja, maar als ik haast heb, dan... dan mot ik wel. Oh, 13 mei komt er alweer een nieuwe attractie aan. Top. Of niet zoveel zout erop doen. En kruiden. Salty boy. Nou ja, salty boy ben ik af en toe wel, ja dat klopt. Voordat ik er veel zout op heb. Heb ik wat verkeerd gezegd? Ja. Nee, eigenlijk niet. Oké, we hebben al 2100 winst. Nou, dat gaat goed. Eigenlijk overal blije bandjes. Zo van, yeah! 2300. Laat het geld stromen. Bijna 2400 al. Laat het geld stromen door je bloed. En wat een nieuwe attractie gaat starten. Ik zeg ook gewoon heel mooi, laat het geld stromen door je bloed. Hé, hey Mark, 2400 al. Magic. Wat? 2500. Oh ja! Die vliegen tapijt heb ik verticale draaibollen genoemd, dat klopt. Ik weet niet waarom. Denk het zelf, nog helemaal niet opgevallen. Ik heb prijs gewonnen, veilig met lamp. We hebben gewoon 2343 euro winst. Yay! Nou, dan kan ik zo door een rode drop neerplippen. Ja. Oké, het kan. Plemp maar naast die Enterprise of zo. Nee, moment. Kan het niet verwijderen, wat? Hij stond precies op de goede plek. Wagen voor gelanceerde vrije val. Hebben we gelanceerde vrije val dan? Zou ik hem bouwen of niet? Ga jij hem bouwen? Kijk, 45 meter, dat lijkt me toch wel hoog genoeg. Dan bouw ik de ingang wel eventjes. You shall not pass this gate! I am built gate! Maar ja, oh my god. Ja. Waar is het touw als je het nodig hebt? Precies. Oké, die kan open. Oh, gelijk gaan er al mensen in. Nice! Bij mij nog niet. Nu wel. Hoeveel hebben we ervoor gevraagd dan? Oh, dat mag echt wel 3 euro zijn hoor. En ik krijg van een aantal bezoekers. Ik kan Rote Drop 1 niet betalen. Rote Drop 1 is echt goedkoop. Heb jij een serie. Ik ga eerst de kraampjes uitvinden, want we hebben die pinapparaat nodig. Ja, als we die attractie ding hebben. Waar? Ik ben al te laat. Gelanceerde. Dit is echt zo belangrijk dat we die pinapparaat hebben. Ja. Kan denk ik al 5 euro gaan kosten. €5,50 zit ik al. Shame. Mensen willen wel wat betalen, gek. En weet je, mensen kunnen het niet meer betalen. We moeten een pinapparaat hebben. Ja. Rode Drop 1 is nog erg goedkoop, zeggen mensen. 6 euro. Gelanceerde vrije val. Oké. Top. Dan kan ik die er ook nog even ergens bij zetten.
ja, is dat wel zo verstandig, want mensen hebben toch geen geld. Ja, je kunt gaan bouwen, maar... Ik wacht wel even totdat we geld automaat hebben. Ja, bouw maar. Oh, oké. Ik ga doekjes is altijd welkom. Maar kan het wel in deze heeft dat deze scenario het wel? Wat? Bedoel je de geldautomaat? Ja? Geen idee. Zullen we eens kijken? Doe maar. Ik save eerst de game eventjes, want het kan zijn dat ik de hele game ga verkloten. Scenario opties. Nee, staat daar niet tussen. Misschien bij cheats. Kijken. Hij staat wel, ik weet wel dat ergens kan instellen. Oké, okay, iedere 10 minuten inspectie. Oh, dat is ontgrendeld in deze modus. Top. Dan kunnen mensen gewoon de attractie gewoon niet meer betalen. Yep. Heb je deze al getest? Ja. Gaat precies naar het topje. 3 euro. 3,5. Betalen mensen er wel voor. Winkelkraan op 11 juni. Oh, echt? We hebben gewoon twee torens op dezelfde hoogte. Ik heb ze beide gewoon 45 gemaakt. Ik had zo te regenen. Meer munnies. Niet bij mij. Bij mij blijft dat mooi zonnig. We hebben echt die pinapparaat nodig. Echt wel. Want dit gaat niet goed. Wij lopen vast dadelijk, want onze attracties te duur zijn. Dus een marketingcampagne staat voor meer geld. Kan. Ik blijf wel opletten van wat voor de kraapje er komt. Nou, daar gaan we weer met alle campagnes. 4 of 5? Oh ja, nee, dat is precies wat we willen. Een koekwinkel. Nee. Verticale treinmolen heeft een noodstop moeten maken. Even een extra muurmonteurtje aannemen. Er komen ziek veel bezoekers aan. Nice. Oh, dan ga je weg. Mijn geld is bijna op. Ja, ik heb maar 4 euro, gewoon meer dan 50 euro uitgegeven. Het
Twist. Die wc's, zullen die wc's dan ook gratis gaan maken? De wat? De wc's. Hier, roep maar. Kun je ze ook een euro per wc-bezoek laten betalen? Nee, doe dat dan niet. Als je moet, dan moet je. En vraag er gewoon €50 voor. Gast! Dus dan zoek ik toch echt een boom op. Kan je niet? Ja. We hebben toch bomen zat hier. Zou er nou €50 gaan betalen ervoor? Ja, ze betalen ook €20 voor een paraplu. Dus ja, dan kan dat ook wel. Nou, koekwinkel, kom maar door. Niet dat we dat precies nodig gaan hebben. We hebben eerder een geldautomaat nodig. Of een plofkraak. Nee. Koekwinkel is beschikbaar. Yay. Maar echt, we krijgen een toekoes, jongen. Dat is waar. Als dit zo door blijft gaan, aan het einde van de maand gewoon bij de 3000. Nice toch. Nou, ik ga even een nieuwe klusjespan aannemen. Weer één? Ja, op dat nieuwe gebied. Er staat er wel één op. Ah, ik zet er nu nog wel eentje op, want... Oh, niet helemaal naar achteren. Want daar is het voetpad echt heel smerig. Ja. Dirty. Maar waarom ligt die geldautomaat? Weet ik veel. Zou die rode drop zichzelf weer terugverdiend hebben? Denk het wel. Totale winst, 934. Ja, dan heeft hij dat terugverdiend. Verdiend. Goed genederlands. Ook lekker geslaapt. Ja. En geloopt. Ja. Maar die Crockett House heeft nog steeds niet echt terugverdiend. Ja, maar er gaan wel mensen in, dat is wel chill. Ja, ook, ja, alleen daar hou de bel op. Ach ja, in ieder geval, ik ga nu deze aflevering weer afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef like, abonneer op mijn kanaal en dan zie ik je volgende keer weer. Later!